Meneer Niebuhr, debat over Groningen. Wat gaat u in het debat zeggen? Nou, wat echt belangrijk is, is dat in Groningen nog steeds heel veel mensen met schade zitten en ze worden niet geholpen. Ze blijven er maar mee zitten en het duurt eindeloos lang en de procedures duren maar voort. En wij willen als Tweede Kamer eigenlijk de uitspraak doen dat er nu een einde aan moet komen dat mensen geholpen moeten worden. Oké, okay. Er is een partij die door wil gaan met het gasboren in Groningen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik waanzinnig. Als je ziet dat daar schades zo enorm zijn, mensen soms hun eigen huis uit moeten, het huis wordt afgebroken waar ze in zijn opgegroeid. Dat er partijen zijn die zeggen, ga maar door en bekijk het allemaal maar, vind ik ongekend. Wat zou u willen zeggen tegen die partijen? Nou, niet zoveel. Ik vind het belachelijk dat ze het vinden. Ik ben het er totaal niet mee eens. En dat ben ik graag bereid om met ze in debat te gaan. Maar ik vrees dat ze er weer niet bij zijn vandaag.